Vorige week in de overwinning tegen Club en dan twee nieuwe mensen bij Genk. Cuesta, die terug in het elftal komt voor Sadiq, zoals je al zei, en Ooyen voor Tresor. Carlos Cuesta terug. Macht van Union uiteraard mee naar voren. Daar is Burgess, Christian Burgess. De luchtmacht doet het meteen. 1-0 Union. Wow, een stevige knik in de verste hoek. Zetten ze een knikker tegen. Ja. Oh, McKenzie die hem loslaat. Is hem kwijt. Ja, daar wordt niet echt een blok gezet, maar loopt voor tegenstander in. Ideale start. Ja, voor Cuesta, wat geweldig. Binnengeknikt door Burgess. Hier gaan we het beste zien. Kijk, gebruikt Kandous als schild. Ja, dat moet zelfs nauwelijks van de grond. Veel hebben moeten verdoen. De eerste keer dat het echt wat gevaar opleverde. Een geweldige corner ook van Tuma. Balverlies El Kanous. Moet er zelf achteraan. Adingra. Uitstand. Kanous probeert het heel mooi. Maar intussen zijn we bij Boniface. Ja, lopen we dan maar eens af. Dat kan dus niet van McKenzie. Ja, hij moet die bal achteruit leggen. Peter trap van in een onmogelijke hoek. Ja, die krijgt een beetje hetzelfde als vorige week op Antwerp. En dat is een afgeweken bal en een eerste schot. Maar zo kan het natuurlijk soms ook van de bal. Maar Maurice nog goed. En uiteindelijk wijkt die bal niet zo heel erg veel af. Nee, wordt wel even aangeraakt. Verander een klein beetje. Ah, Lapoussin is zeer comfortabel aan de bal. Ja, wat een kapbeweging altijd. Tuma krijgt een beetje ruimte. Ah, het schot is nog vrij makkelijk voor aan zijn rikken en aan zijn fiets. Hier is de corner met Peensel. En toch alweer Daniel Munoz. En goed gestopt hoor, van kopbal daar helemaal naar beneden. Goed gedaan. Ja, want Adingra die keek niet naar de bal wel. Cuesta nu hoger. Oef. Oh, Cuesta. Je voelde dat hij te laat ging komen. Boniface. Oeh. Penalty. Nee. Oh. Nee, hij geeft hem niet. En hij geeft een gele kaart aan Boniface. Dat is heel vreemd, want ik dacht dat Boniface de bal... Ja, hij is er overtuigd van. Ik dacht dat hij die bal wegtikte. Hier gaan we het zien. Ja, het is... eigenlijk is dit misschien net iets te makkelijk, maar hij raakt wel de voet van Boniface. Het is in elk geval geen Schwalbe. Nee, het is geen Schwalbe. In de herhaling. Daar heeft het alle schijn van. De correctie van Jasper Vergoten. Geen gele kaart voor Boniface. Die was er gerust op het moment dat het gebeurde. Heeft er eentje gemist. Teddy Tuma voor 2-0 voor Union. Hij schiet hem binnen. Het is 2-0 voor l'USG. L'Union Saint-Gilloise neemt een optie op de overwinning op deze zondagavond. Nog altijd, het was makkelijk, maar ik kan het wel begrijpen natuurlijk. En Tuma die denkt, weet je, ik trap hem heel goed binnen. Geen kans voor Van der Voort. Die denk ik lang twijfelt. Altijd en overal in beweging, aanspeelbaar op moeilijke plekken. Bereikbaar voor zijn ploegmaat. En dan kan er aangesloten worden. Burgess! Christian Burgess is de man van de wedstrijd. Wesley, kunnen we het daarover eens zijn? 100%, kunnen we het daarover eens zijn? 100%, dank je, Peter. Dat zijn er dan drie in deze. Ja, weer hetzelfde, hè. Nu is Cuesta hem kwijt en nu kan het geen communicatie zijn. Kijk, Cuesta staat erbij en dat is wat ik bedoel, hè. Je bent als aanvaller altijd in het voordeel als je in beweging bent. Ook Cuesta kan hem niet houden. Schijnbeweging en ja, dan probeer je... Ja, schijnbeweging. En zelfs... het is gewoon heel goed. En ik denk, als hij doorgaat, dan krijgt hij toch een serieuze tik tegen. Maar goed, als je scoort, dan word je dat niet gewaar. Feestje in het Dudenpark opnieuw. En straks ook nog in de omliggende cafés.
Nee, die extra minuten komen er niet meer bij. Hoeft ook niet meer, zegt Jasper Vergoten. Daar is de triomfantelijke kant.